gisteren zijn we vrij snel begonnen. Uiteindelijk na het tweede boekeltje hebben we gekozen om weer op harde banden weg te rijden. En exact op dezelfde proef, op hetzelfde moment dat ik aanremde, blokkeerden de wielen. Waardoor wij net een meter of 10 tekort kwamen en vol op een Eurolton reden. Met sponsen, dus die vonden het wel mooi. Nee, maar kijk uit, autostuk. Daardoor zijn we 4 minuten verloren. En uiteindelijk eigenlijk daar het klassement ook verloren. En hoe is het vandaag gegaan? Heb je extra gepusht? Nou ja, goed, bestond het klassement niet echt heel goed. Maar we reden wel continu bij de eerste drie. En vanmorgen, de eerste proef, was we even wennen. En uiteindelijk hebben we wel redelijk kunnen pushen. En tweede en derde tijden kunnen rijden de hele dag. En wat vind je van de proeven? Ja, de proeven zijn heel snel, vrij technisch. Er zijn ook wel een paar proeven bij die heel veel lange rechtstukken bevatten, waardoor eigenlijk de WRC-auto's in het voordeel zijn. Dat is ook een beetje een nadeel waarom we eigenlijk de nummers 1 en 2 of soms Dennis en soms Erik niet bij kunnen houden. Maar de proeven zijn heel leuk, maar voor een R5 en Nederland is niet de beste combinatie. Ja, nu gaat het goed. De proeven zijn heel mooi. Het is een mooie rally. Het is jammer wat er gisteren gebeurd is, maar ja, vandaag het vertrouwen is er terug en de tijden zijn er wel. Ja.